armen. Het bochtje insturen, let op. En half dwars en het gas erop. Wat is er aan de hand aan de rechterachterkant van John van Luijsjes? Bij loopt wat waarschijnlijk de band aan en dat is niet meer dan de rook van de banden. En dan gaan ze toch een beetje anders als wij achter deze. Ik denk dat jullie even weg moeten, jongens, want als hier iets gebeurt, dan is de ramp niet te overzien. Graag het beste wat jullie kunnen doen, heel even op de tribune gaan zitten, want anders hebben we een probleem. Zou jij dat ook willen doen? Dankjewel. Het beste wat je kunt doen is op de tribune. Snelste tijd op dit moment nog steeds met de nummer 25 met de K van Arjan de Boer met 38,85. Kijken we straks sturen de man met 14. Kijk, de bosselijn hangen in die bocht. En dat gaat mooi. Wat gaat dat mooi? Wat gaat het krijgen? Ja, het is weer heel close, hoor. Het is heel close. Je kunt er geen voorspelling op maken. En hij heeft er nodig op dit, dames en heren. Kijk. Ah, ja. En dat doet hij goed, hoor. Hij ziet gewoon. Want hij gaat eruit, dan heb je je tijd. Eerst dan niet meer goed doorgekomen, dan kan het beste. Kijk, Arno van der Naal, die heeft gewoon echt de zin erin. Blijft gewoon nog even wat rondrijden. En Sven, dat is heel, heel slim. En wat gaat er gebeuren, dames en heren? Er zijn maar een paar druppeltjes, maar ja, die paar druppeltjes op de slicks kan net het verschil uitmaken. Let op. Wat er gaat gebeuren? Inmiddels is toch wat jij nog wel ietsje sneller, maar hij gaat al heel hard die bocht in. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij dwars in? Ja, doet het nog heel strak. Dit heeft hij nou nog genoeg. Ja, en Isha heeft het inderdaad zin. En als het goed is, dan gaan de mannen natuurlijk heel netjes op. De nummer 26. En ik ben blij dat het in ieder geval op dit moment nog niet doorzet met regenen. Want dan zou het natuurlijk heel vervelend zijn als we alles weer over moesten doen. Omdat de omstandigheden dat we niet eerlijk toelaten om tijden met droog en regen en nat te vergelijken. De eerste ronde zit erop en het is close, want de eerste ronde zit erop, want Patrick van der Hand was iets te langzaam weg bij de start, maar hij haalt het een beetje in, hij heeft niet barst. En die fotograaf, ja, ik zou niet graag in de schoenen van die fotograaf willen zitten, want als het daar een beetje fout gaat, dan kan het wel een beetje tricky worden. Maar waarschijnlijk is hij daar toch wel een beetje opgedacht. Let niet goed op, jongens, want ik spoed mij hier wel. Ja, dat was heel erg close. We lopen hier snel terug. Nou, Chris. Dan hebben we het. Ook weer zo'n vreselijk mooie Esco. Wat gaat die man uit? Wat gaat de man? Kijk, de stuur en dwars. Maar dat gaat van Remy ook. En de man die rijdt ook heel strak. Wat zijn de tijden? Dit zullen wel eens hele snelle tijden kunnen worden, dames en heren. En het is. En er wordt geknokt, dus nu. En een duidelijke overwinning, maar dat had je ook waarschijnlijk. Hoop, vergeten. Kijk eens, hij redt bijna de stuur eraf. Daar gaan ze.
kijk, dit moet gaan. En dan zeg je dat hij dwars gaat, maar dat doen ze niet. Want heel slim, op het circuit heeft hij toch heel vaak gereden op Zandvoort. En dan zijn ze ook heel goed en strak bezig. Want dwars gaan, dat is mooi en dat is leuk, maar het scheelt je een hoop tijd. En wat gaan we doen? Bam! En dat scheelt maar niks, dames en heren. Dat scheelt maar niks. Wat gaan we doen? Wie is de sneller? Wie is de sneller? Wie is de sneller? Maar gaan we kijken, dat is helemaal niks. Bam! Het is net ietsje sneller. Exact hetzelfde plekje daar gaat spinnen. Oh jongens, hij is aan de kant. Dat was bijna het achterlekken van Patrick eraf. En Patrick erover, want ik moet even uitkijken. Dat doen ze goed, de mannen. En wat zien we daar aan de andere kant? Ja, en we zien de tijd van Isha. Ik kan het niet zien van hier, maar dat was heel close.